fel. We worden fel. Een hele goede morgen, lieve familie. Mijn naam is Karen Stammel van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van der Werf. En het is vandaag alweer vrijdag 24 juli. Het is 8:05 in de ochtend. Ik loop nou lekker met de hondjes, zoals je wel kan zien. En die hebben er weer zin in. En ik heb vandaag om 9:30 mijn eerste autorijles automaat. Dus dat wordt weer gezellig. Dus... ik wens jullie heel veel kijkplezier, alleen ik weet niet of er gevlogd kan worden of hij zei dat zou willen doen. Eventjes een klein stukje, dus dat ga ik even vragen, want Roderick is er niet bij. Maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze video. Dan gaan we naar... kom eens hier, meisje. Eddie. Hi, meisje. Nee, ho, 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 ho. Ja, hi. Oeh, fel. We worden fel. Kom hier. Ja, yeah, zeg er maar wat van hoor. Hé, hey, niet aan de lijn trekken. Lovely. Hé. Hey. Kijk, nou heb ik ze beter vast. Want anders heb ik ze niet goed vast. Kijk. Dat deed anders zeer even aan mijn pols. Kijk, en nou minder. Dames. Liefies. Oeh, fel. Als ik het namelijk niet zo heb, dan doet dat zeer. Ja. Oké. Daarom schreeuwde ik. Ja, schreeuwde. Verhefde ik ook net even mijn stem, omdat het gewoon even net zeer deed aan mijn pols. Ik had ze even nou net niet goed vast. Ik had dit ook niet verwacht, eigenlijk enigszins. En die dame die nu aan het graven is en die wordt een beetje sterk, kan ik je vertellen. Als ze maar lekker bezig zijn, toch? Ja. Gaan jullie mee? Kom, lopen. Normaal lopen. Ho, alt, kom. Hallo, dames. Yo. Uit. 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 Cooling down. Doe jij even je poot goed? Kom eens hier. Jij je poot. Lof je poot. Je lijn. Kom, je lijn. Jij je lijn, kom. Ja, oh, sorry. Jij je lijn, schat. Jij je lijn, kom, lopen. Ja, en toen? Je lijn, schat. Je lijn. Liefie, je lijn. Goed zo. Yes, en nou gaan we weer rustig lopen. Ja, het is nou net 9:05. Spannend. Ja, ik neem wel mijn oude boekje mee. Sowieso neem ik deze mee. Zodat hij of zij er even in kan kijken hoe ver ik in principe ben. Yes. Vind ik wel fijn. Ja, vind ik heel fijn eigenlijk. Dus ja. Ja.
Dat vind ik wel heel fijn. Ik zal even wat doen, nog gedoe. Monumentjes. Die is aan. Dat is mooi. Ik ga even wat even uitprinten. Vind ik wel fijn. Misschien dat hij het daar of bij kan houden. Beetje maar afdrukken. Geen idee. Even kijken. Oh, hij staat nog steeds zo. Ja, oké. Nou, dan is het gewoon afdrukken. Punt. Hij staat nog goed. Nou. Waarom heb ik nou allemaal vieze handjes? Weet je wat? Ik heb heel vieze handjes. Ik weet niet. Kijk. Ik weet niet hoe ik daaraan kom. Maar ik zal het even lekker schoonmaken. Doe ik lekker aceton. Ik kan het lekker schoonmaken. Ja. Verklaar mij maar voor gek. Maar... zeg, ik weet niet waarom ik zo vieze handen heb in één keer, maar... eeuw, kijk. Terwijl ik net nog mijn handen heb gewassen, maar... dan zeg ik al, aceton, dat werkt ook. Ik heb net serieus mijn handen gewassen, net serieus. Eeuw. Ja, maar dan doe ik het zo meteen nog een keer, hoor. Maar ik doe het gewoon eerst even met aceton schoonmaken. Kijk, en dan gewoon deze zo. Ik weet niet waar ik in heb gezeten, maar ik heb gewoon mijn tanden gepoetst en meer niet. Het is gewoon vies, jongens. Eeuw. Dat zou Roos zeggen. Nou, ik ga mijn handjes lekker wassen. Ja, dat ga ik lekker doen. Maar ik vind het reet spannend, mensen. Reet spannend. Echt waar. Zo. Ik heb mijn handje weer lekker schoon. Ik heb nou weer... dus het helpt even wel, want het was gewoon plakkerig. En ik had het net al schoongemaakt, wat ik al zei, maar... het werkte dus niet. Maar ik heb dus op de computer module 1 en module 2 gemaakt. Kijk hoe ver ik dus op ben. En ik ben in principe al heel ver eigenlijk. Kijk... Overal waar eigenlijk kruisjes staan, heb ik in principe gedaan. En dat staat ook precies hierin. Ik zal het even zoeken. Want dat heb ik gewoon overgenomen. Dus daar zeg ik al, ik neem het wel gewoon mee. Zo. Bij de boekjes, kijk. Even kijken. Even kijken hoor, geduld. Doe het even zo. Want hier staat niks op, kijk. Dit is dus 2. En dat staat dus ook hierop bij 2. Bzit, allemaal kruisjes. Dus ik hoop dat hij, zij, het, geen idee wie ik krijg. Maar dus deze ook voor mij even bij wil houden. Dus in principe oud. Dus deze kan in principe waarschijnlijk binnenkort weg. Want ik doe alles op de computer. En dan wil ik ook dat het hier in de gaten wordt gehouden. Voor mezelf. Zodat ik weet van, oké, hier ben ik gebleven. En ik ga dus door vandaag. Oké, maar hoeveel stappen ga ik doen? Want bij de vorige was het ongeveer 3 kwartier rijden. Nu is het 1,5 uur. Dus ja, voor 69 euro. En anders was ik 45 euro kwijt voor 3 kwartier. Dus ja. Ik haal wel winst uit, want dat zei Ro ook al. Want Roos, dat gaat heel snel met rekenen. Dus het is even kijken hoe we het gaan doen. Maar ja, ik weet dat ik kan rijden. Want ik kan schakelrijden, maar het is automaat. En automaat is voor mij nieuw. Nou ja, nieuw. Ja, nieuw. Alleen ik heb wel bij Roderick naast gereden. En bij de buurman zijn auto, want die heeft een automaat. Dus ik kan wel een beetje mee kunnen kijken. Dus ik hoef niet meer zo heel veel te schakelen en de koppeling in te drukken. Dus dat is heel fijn. Ja. Het is nog eventjes wachten. Het is nu 9:09. Ja. Dus ja, praat ik maar een beetje met jullie. Zodat ik een beetje rust krijg. Hoop ik. Deze vlog is ook alweer bijna klaar. Dus ja. Woe.
deze vlog moet nog 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Nou ja, zoveel seconden. Maar ja, ik ga niet verder lullen. Ik ga deze telefoon even leeg halen. Yes, want anders kom ik er ook niet. Nope. En als ik wil gaan vragen, als hij zij wil gaan filmen, vloggen voor mij, moet ik het wel gaan proberen te vragen. Dus dan moet mijn telefoon weer leeg. Dus die map ga ik even gelijk weer aanmaken. Die heb ik aangemaakt, dus ik ga sluiten. Ik weet niet. We zien het wel. En anders zien jullie mij weer van straks rond een uurtje of 11 als ik weer klaar ben. Wens me geluk. Jullie horen dat van mij. Sowieso. Ja, hoi kereltje. Hey. Ja. Oeh, knuffel. Oeh, ja, kom maar. Voorzichtig, hè. Ja, je bent lief. Ja, je bent lief. Ja, je bent lief. Ja. Oh ja, dankjewel. Oh ja, je kusjes. Oh, dankjewel, vriend. Ja, oh, dankjewel, vriendje. Oh, dankjewel. Wat een kusjes geef jij mij. Hou je mond, dom ding. Oh, dankjewel, kerel. Ja, ben je lief. Ja, ook lekker hoor, die kusjes. Ja. Vind ik heerlijk. Ja, maar je hebt lekker scheurpapier. Laat dat ook even zeggen. Lekker hè. Kusjes geven, zeg maar. Dat is leuk. Hè? Kusjes geven is leuk, hè, vent? Ja, dat is leuk. Maar ik ga je er toch af pleuren. Toe. 1, 2. Zo. Ja, hè? Ik heb Roderick ook gezellig aan de telefoon. En dan hoop ik dat hij er zo is. Gezellig. Ja, hoe ging het autorijden? Ja. Wonderbaarlijk leuk. En ja, nou ja, leuk. Gezellig. Grappig. Een hele nieuwe instructeur. Meneer Piet. Ja. En hij noemt zich Dr. Piet. Ook leuk. Maar ik heb nog wel eens een babbel. En vooral als er mensen dus te langzaam rijden of zo. Weet je wel. Dat soort dingen. En dan wil ik daar nog eens een opmerking over maken. Maar dat mag dus niet. En ook als je dus een examen gaat doen, mag je dat dus helemaal niet doen. Dus ja, hij gaat mij daar dus voor opleiden. Omdat ik dus dat dus niet ga doen. En voor de mensen die dus zoiets hebben van, ja maar waar rij jij dan nu? Nou, ik rijd dus nu bij de rijschool Flyover. Ik zal de link hier ook even onderin zetten, sowieso. Maar dinsdag om 3 uur heb ik weer een rijles. Van 1,5 uur, ja. En dan neemt hij dus een GoPro mee, ja. Dus al wat hele vette leuke beelden, ja. Dus dat wordt grappig en dat wordt leuk. En ik heb er nu alweer zin in. Heel gek, maar het is wel zo. Ja. En hij doet geen boekjes, hij doet het allemaal uit zijn hoofd. Dus ik wil van meneer Theo weten hoe ik het heb gedaan. Dus die zal ik sowieso zo meteen nog even mailtje sturen of even bellen. Voor joh, hey, luister, wat heb je van Piet gehoord? Heb je nog suggesties of wat dan ook? Misschien heeft hij dat wel, maar ik doe het wel denk ik lekker via de mail. Dus ja, kort maar krachtig. Ik vond het gewoon leuk. Lekkere automaat, ik hoefde niet meer te schakelen. Dus dat is ook wel fijn. Vooral als je dus reuma hebt in je bloedvaten. Maar ik had wel zoiets van iedere keer van, oh ja, ik moet schakelen. Oh nee, ik hoef toch niet te schakelen. Dus ja, maar het is gewoon heel fijn. En ja, ik heb echt weer een hele hoop dingen weer geleerd. Ja. En om dus niet zoveel te kwekken achter stuur, voor het stuur. Want ja, dat wil het CBR ook niet. Dus het is toch heel anders dan bij rijschool meneer Schippers. Yes.
Dus ja, ik word bij de rijschool Flyover word je gewoon strenger eigenlijk strenger opgeleid dan het CBR het eigenlijk afneemt. Dus ja, ik doe het ook heel goed met het invoegen op en op de snelwegen. Dus dat doe ik ook helemaal top. Dus op naar dinsdag! Ja! Even zo filmen naar mezelf, ook handig. We hebben wat moois gefilmd. Dat komt ook binnenkort online. Nou ja, binnenkort ergens. Dus hou zeker mijn YouTube kanaal in de gaten, zeker. Ja, dat is heel belangrijk en mijn kanaal even in de gaten houden. Het is zo mooi geworden. Het wordt mooi, zou ik het zo zeggen. Ja, het wordt gewoon super mooi. De tweede keer in de Jumboot, de tweede keer. Ik ga nu even lekker een flesje wijn halen. Ook. Sowieso. Even kijken wat er nog in de bak zit. Waarschijnlijk niks. Extra's. Nee. Hetzelfde eigenlijk als net. Oeh, deze vindt Ro wel lekker. Die vindt Ro wel lekker. Alleen ik mag het niet hebben. Maakt niet uit, geeft niet. We hebben ook... chocolade, ja. Chocolade hebben we ook nog. Dat is lekker. Gaan we ook even halen. Chocolade. Daar neem ik dan twee van. Chocolade, want ik vind het nog wel lekker, chocolade. Ja. Neem ik daar lekker twee van. Ik neem gewoon wijn mee en chipje mee. Zeker neem ik dat mee. Ja. Ik wel. Nou, ik ga even boodschappen doen en we zien straks wat lekker thuis. Ja, lieve familie, vrienden, kennissen, volgers, wat dan ook. Het maakt niet uit. Nee. Ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zal deze eindstukje eventjes ook bij anderen er even in doen, want ik ben een paar dagen vergeten om het eindstukje te doen. Handig. Maar ja, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het belletje aan. Abonneer. Lekker. Gewoon eerst even abonneren op dat belletje. Duimpje omhoog. En laat gewoon een leuke reactie achter. Want dan krijg je gewoon geheid een leuke reactie terug. Of gewoon een commentaar. Want dat is onze motto. Dus dankjewel. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei.